Ja, René Verreth, 40 jaar na de collega's opnieuw een film. Wat doet dat met u? Ongelooflijk veel. En ik vind het een knappe film. Ja. Met knappe prestaties. We moeten er natuurlijk rekening mee houden dat het 40 jaar later is. En ik hoop dat de mensen vatten dat het 40 jaar later is. Maar de sfeer die er wilt verspreid worden, is dezelfde. Dat wij het grootste gedeelte van ons leven doorbrengen op de werkvloer, waar we werken. En dat het heel belangrijk is dat we daar ook waarde aan geven. En dat het het moment is om op de werkvloer te bewijzen dat we allemaal met elkaar kunnen samenwerken. Samenwerken, samen iets doen, samen gelukkig en attent zijn dat iedereen de rechten krijgt waarop hij rechten heeft. En dat heeft de collega's geprobeerd, allemaal onderhuids, maar dat moeten zij ook doen en ze doen het. Maar men moet nu, de ouderen moeten een inspanningsje doen en zeggen dat het verteld is 40 jaar later. Herken je hem per se in de nieuwe generatie? Ja, ik herken per se. Hij noemt ook Philemon in de film. Oh, voilà. Je hebt het zelf geschreven, de collega's, in de tijd voor het Miniatuurtheater, klopt dat? Of was het van uw hand mee of het uw idee? Ja, het idee en een heleboel. Marianne Materne heeft het geschreven, heeft het tekst bezorgd. Maar we hebben heel dicht samengewerkt. U voelt je echt vereerd, hè? Ik ben een gelukkige mens vandaag. En weet je wat ik plezant vind? Ik ben bijna 80. En dat verder gaat leven. Daar ben ik zo blij om.